Welkom bij de voorlichting over de opleiding Optiek en Audicien. Ik ben Jaël van Drie en ik zit op dit moment in het derde leerjaar van Optiek. In deze video gaan we je alles vertellen over de opleiding Optiek en Audicien. In deze video vertellen we je over de werkzaamheden die je doet als opticien, de eigenschappen die je nodig hebt om als opticien aan de slag te kunnen, de uitstroomrichtingen waar je kan uitkomen na de opleiding, de vakken en de keuzedelen die je tegenkomt in de opleiding en tot slot de feiten in het kort over de opleiding. We sluiten af met informatie over de BBL-opleiding Audicien. Als opticien werk je in een optiekwinkel en voer je verschillende werkzaamheden uit. Als eerste geef je advies bij het monteur. Daarmee geef je advies over de kleur, over de vorm en of die niet te groot of te klein is. Daarnaast doe je ook de voormeting. Daarmee wordt de oogdruk gemeten en de globale sterkte. Vervolgens ga je naar de oogmeetruimte om de precieze sterkte te meten die vervolgens ook in de bril kan komen. Tot slot geef je advies over de glazen. Welke stevigheid is goed? Welke dikte raad je aan? Wie gebruikt het voor achter de computer, om te lezen of voor dagelijks gebruik? Als opticien is het belangrijk om over de volgende eigenschappen te beschikken. Je bent sociaal, je vindt het leuk om met mensen om te gaan. Je kunt advies geven over de monturen en de glazen. Je bent commercieel ingesteld en je kan precies en zelfstandig werken. Tijdens de opleiding wordt er aandacht gegeven aan de volgende richtingen. Als eerste de techniek, waarbij je in de werkplaats kan komen te werken. Als tweede commercieel, waarbij je een eigen zaak kunt openen of overnemen van iemand. Medisch, daarmee leer je de basis in deze opleiding en kun je je op het hbo verder specialiseren. En als laatste mode, denk daarbij aan het ontwerpen van een eigen bril. Naast de reguliere vakken zoals Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen zijn er ook nog een aantal keuzedelen. Waaronder internationalisering, ondernemen, inleiding tot contactlens en scleroscopie, verdieping oogzorg, binoculair zien, Engels. Dat kan je dus afsluiten op een hoger niveau. En als laatste hebben we ook het keuzedeel digitale vaardigheden. Om toegelaten te worden tot de driejarige mbo-opleiding tot opticien heb je minimaal vmbo-kader, vmbo-tl of een mbo-2 of een mbo-3 diploma nodig. We stellen geen extra eisen aan jouw vakkenpakket. Je kunt de opleiding in verschillende varianten volgen. Zo heb je de bbl-opleiding, dat is 1 dag in de week naar school en 650 uur werken in de praktijk. De praktijk noemen we dan de BPV, de beroepspraktijkvorming. De bolopleiding. Bij de bolopleiding ga je naar school toe en je kan op verschillende werkplekken je stage volgen of, zoals ik al eerder zei, de BPV, de beroepspraktijkvorming. In het eerste leerjaar ga je 1 dag in de week naar je BPV-plek, de rest van de week zit je op school. In het tweede en derde leerjaar ga je 2 dagen per week op stage. Je kunt er ook voor kiezen om de tweetalige bolopleiding te volgen. Dit betekent dat de beroepsgerichte vakken voor 50% in het Duits gegeven worden. Volg je de tweetalige opleiding, dan loop je in blokkenstage. Tijdens je blokkenstage woon je in een guesthouse. Met het diploma op zak heb je een goede kans op een baan. Uiteraard kun je ook doorleren en je specialiseren in een bepaald vakgebied. Binnen Deltion kan je de opleiding tot audicien volgen of de MBO Plus opleiding tot contactlensspecialist. Nu weet je alles over de opleiding opticien en over de werkzaamheden van een opticien. Adviseer je iemand liever over gehoortoestellen of gehoorbescherming, blijf dan nog even kijken. Dan wordt er meer verteld over de opleiding audicien. De opleiding tot audicien is er in een BBL variant en duurt gemiddeld 3 jaar, waarin maatwerktraject mogelijk is. De opleiding tot audicien wordt met name gekozen door de studenten die al de optiekopleiding hebben afgerond. Als audicien ben je werkzaam in een audicienswinkel. In een audicienswinkel voer je verschillende werkzaamheden uit. Een van de werkzaamheden is het uitbrengen van een advies naar je cliënt. Hierin gebruik je vaak een hoortest. Naast het testen van het gehoor maakt de audicien ook op maat gemaakte oordopjes. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan zwemdopjes voor kinderen voor zwemles, gehoorbescherming voor bijvoorbeeld festivals of op de werkplek, maar ook bijvoorbeeld aan slaapdoppen om beter te kunnen slapen. Voor het maken van gehoorbescherming kijk je eerst als audicien in het oor van je klant. Daarbij controleer je of er sprake is van roodheid of een propje. Mocht er een propje aanwezig zijn in het oor, dan verwijs je als audicien door naar de huisarts.
De huisarts zal vervolgens het propje verwijderen door het oor uit te spuiten. Mocht er geen sprake zijn van het propje of is het propje weg, kun jij als audiënt een afdruk gaan maken van de gehoorgang. Op basis van deze afdruk wordt de uiteindelijke bescherming gemaakt. Bij aflevering van je eindproduct check je of deze voldoet aan de gestelde eisen. Als audiënt moet je over de volgende eigenschappen kunnen beschikken. Je vindt het leuk om medische handelingen te verrichten. Je bent sociaal, dus je kunt goed met mensen omgaan. Je kunt adviseren en vindt dit ook leuk om te doen. Je hebt technisch inzicht en je bent commercieel vaardig. Ik hoop dat we je een goede indruk hebben kunnen geven van de opleiding audiciën en optiek. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Deltion of kijk op www.deltion.nl voor meer video's en informatie over de opleidingen. Bedankt voor het kijken en succes met het maken van de studiekeuze.